Niemand die het belang van deze match betwist. Tenzij dan misschien de dame van onze GPS. Net over de grens met onze zuidelijke landgenoten slaat het landschap dezelfde dame met verstomming. We missen set 1. Het is dan bang afwachten of de volleyballers zelf dat ook deden. Hebben jullie de weg naar hier goed gevonden? Ik wel. Normaal kwamen we altijd een beetje van het zuiden af. Nu kwamen we een beetje van het noorden af. Dus een beetje omgereden naar mijn gevoel. Maar ja, ging aardig. Jullie waren op tijd? We waren op tijd. Antwerpen wint de eerste set met 14-25. Althans, dat wordt ons gezegd. Hebben wij veel gemist in die eerste set? Voor ons was het fijn dat we met zoveel overtuiging zulke scores, goede setstanden wisten te halen. Dat we, ons spel liep lekker. Dus, dat kunnen wij niet zien. Voor de toeschouwer weet ik niet of dat het leukste is om naar te kijken, maar voor ons gaf het een goed gevoel. Niks gemist dus. Iets spannender is het in set 2, maar niet veel. Antwerpen krijgt ook weinig tegenstand. Ook in de aanval gaat er geen dreiging uit van de thuisploeg. Antwerpen pakt dan ook de tweede set met 19-25. Veel spannender is het intussen ergens ten velde. De kans dat deze man set 3 nog haalt is onzeker. Maar Antwerpen wil de match dan onnodig rekken. Het slordige volleybal is nu ook binnen de bezoekende rangen gesloten. Warm, iets mondiger nu, krijgt 3 setballen. Maar weet hij niet te verzilveren. Antwerpen wint in 3 sets van Warm. Jullie hebben nogal wat ambities dit seizoen, maar de beker, de belangrijkste, die finale? Eén van de. We willen alles maximaal bereiken. Dus ook in de Europa Cup, ook met de beker, ook met de competitie. En om dat te doen moet je winnen. En dat hebben we hier gedaan. Droger kan een Nederlander niet zijn volgens ons. Het kompas staat nu gericht op de Lotto Arena. Althans, zo hopen wij.